I need a checkpoint! Oh, dit gaat sowieso fout. What up YouTube? En we gaan weer lekker soep meespelen. Soep, soep. Waarom ben ik soms zo? Anyway, het is weer tijd voor een nieuwe levels van kijkers. En ik ga een level van Lugia spelen. En het heet Jungle Dream. Win! Mega Goombas, Mega Goombas. Boom, boom, bam, bam. Mag ik een paddenstoel? Dankjewel voor je paddenstoel. Ik ga jou... Ja, oké. Okay. Deze moet eventjes, denk ik, die kant op. Toch? Oh, ja. Ja, 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 ja. Ik ga hierin. Ik ga hier sowieso in. Kijk, nieuwe paddenstoel. Dankjewel, dankjewel, Blugia, voor de nieuwe paddenstoel. Super dope. Ik ga even naar boven. Wat is hierboven? Moentjes? Moentjes? 10 moentjes? En, oké, okay, dan gaan we naar beneden. Oh, wacht even. Wacht even. Hallo? Hallo? Gaan jullie respawnen? Dankjewel, jullie respawnen. Schiet hem! Oh. Hoe gaan we dit doen dan? Ja, ja, oké. Okay, ja, top. Hoe gaan we dit doen dan? Jij hebt dit een keer gedaan. Want het kan wel. Hè? Oh, oh, is er een P-switch? Oh, oké. Okay. Ik moest blijkbaar die P-switch soort van activeren. En dan kon ik in één keer door. Oké, okay, dit was weird, maar oké, okay, het is gelukt. Ik moest dus gewoon daar gaan kijken en dan kwam die P-switch langs. En die viel ergens in en dan waren het muntjes en toen kon ik door. Oké, okay, let's go. Ik ga gewoon even lekker hier naartoe. Hoppakee, checkpointje. Ja, oké. Okay. Hebben we Super Propeller Mario. Oh, die hadden we. Ik ben lekker bezig. Ik ben heel goed bezig om mijn power-ups elke keer te verkloten. Hier hebben we nieuwe Super Duper Propeller Mario. Rappa, rappa, ratta, ratta. Bouwblokje. Moet ik die meenemen? Moet ik die gewoon daar neergooien? Gigantic Beast incoming. Gigantic Beast. Ik zie je later, man. Ja, oké. Okay. Via de muur en dan Propeller Mario. En dan gaan we een beetje hier naartoe. Of niet? Oh, moet ik hem verslaan? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat is de goal? Hoppakee, die is dood. Kan ik de Gigantic Beast dan ook verslaan als ze daarin gaan? Zo, bam. Ja, top. Die is ook kapot. Nice. Ook heb een nieuw pauwblok. Wat moet ik doen met de pauwblok, vriend? Of heb ik al gedaan wat ik moest doen met de pauwblok? Oh, wacht natuurlijk. Ik weet het alweer. Ik moet de pauwblok naar hem toe meenemen. Kijk, ja, die zijn natuurlijk ook allemaal weer terug. Oh, shit. Ik ga gewoon doorrennen. Rennen. Get the mushroom. Ja, door, 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 door. Ja, meenemen. Lekker. Lekker puzzeltje, man. Boom. Hoppa. En door. Dat was even lastig. Eet alles op, Yoshi. En pamp hem. Dan weer Propeller Mario. Maar Yoshi is hier ook wel goed genoeg op zich. Lekker. Lekker. Woep, 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 woep. Die hebben we zeker nodig nu. Of niet? Oh, ik verpest het allemaal weer. Dit is zo zonde. Nou gooi ik een soort van mijn Propeller Mario weer zomaar random weg, hè. Zo onnodig. Gelukkig is hier een extra Yoshi. Extra Yoshi. Ik ga dood. Ik ga denk dood. Ik ga niet dood. Ik ga niet dood. Ik heb Bowser Jr. verslagen. Ik moet die bloem hebben daar beneden. Bloem, bloem, bloem. Pak die bloem voor bescherming. Lekker. En dan hierin. Ja, 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 ja. Schiet hem. Lekker. Boss battle! Dit is een vette boss battle, man. Tof gedaan. I like it. Ik vind het heel vet. Kom op. Schiet hem. Yes! Yes! Zo doen we dit. Kan ik ook met Yoshi daarin? Ja. Soort van. Nou, niet helemaal. Soort van. Oh, wow, 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 wow. Ik zat even te chillen en Bowser was opeens terug. Zo doen we dit. Lekker, man. Leuk leveltje. Alleen gaan we nu wel dood, ja, door de trampolines. Leuk leveltje, goed gemaakt. Het volgende level is van Shirley Vermeer. En ze zegt niet een heel spannend level wat ik heb, maar wel een heel leuk dilemma voor iedereen. Wat? Daar zouden jullie zelf moeten achterkomen. Wordt dit een puzzelen met kijkers aflevering? Het vorige level was ook al best wel een puzzeltje af en toe. Dit level heet Do You Love Summer or Winter? Oh, oké. Okay. Oké, okay, is dat het dilemma? Eens even kijken wat we hier allemaal moeten doen dan. Ik was net even zwaar gefocust gelijk, jongen. Als ik hier... Nee, hier kan ik niet in. Wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier allemaal gebeuren? Er gebeurt niks, maar ik vind het alsnog spannend. Oh nee, dit is een nieuw stukje, want net hadden we Koopas en nu hebben we Goombas. Winter hebben we net gehad. Oh, we hebben nu weer winter. Ah, en met de Goombas en met de Koopas, dat is het zomerthema. Ja, ik vind dit wel tof.
Ik vind dit leuk gemaakt. Ondanks dat het niet zo heel erg moeilijk was, kies ik in dit level voor de winter. Maar normaal gesproken ben ik meer een zomertype, denk ik. Het volgende level is van Mika Tex. Want jij noemt jouw level gewoon Rikachu's een avontuur. Dus dan moet ik dat wel spelen, toch? Oké, let's go. Die varkens laten scheetjes. Ik vind het nu al leuk. Varkens die scheetjes laten, ik hou ervan. Snel. Pas op voor de fishies. Fishies zijn altijd gevaarlijk, jongen. Daar moet je echt voor oppassen. Ik kom in één keer met een spurt naar je toe. Hier de... Oké. Ik weet niet hoe ik dit goed zou moeten doen zonder dat ik geraakt zou worden. Ik heb in ieder geval nu deze schakelaar omgezet, dus ik kan nu hier naartoe. En we hebben een checkpoint. Kijk, dat vind ik altijd leuk. Checkpointen hou ik van. En een paddenstoeltje erbij. Hoppakee. Hallo, ik ben Rikachu en ik ben op avontuur. In Mika's level. Hoppakee. Oké, we zetten dit even op onze bakkes. Oh, yeah. Oké, awesome. Ik had altijd denken inderdaad of het inderdaad zo werkte. Ik ga even een stukje zwemmen. Wisten jullie dat ik diploma's heb om zweminstructeur te zijn? Als ik het had gewild, had ik zomaar jullie badmeester kunnen zijn, jongens. Maar helaas, ik ben geen badmeester. Hier stond mijn naam, Rick. Yeah, awesome. Dankjewel voor je leveltje, man. Ik vind het altijd leuk om leveltjes te spelen die speciaal voor mij gebouwd zijn. Super tof. En dan hebben we nu een leveltje van Poovy Games. En ik kon kiezen uit 2 levels. En 1 daarvan is een kasteel. En ik vind kasteel leveltjes altijd leuk. Dus let's go. Kom maar op met je kasteel leveltje. Oh, lava staat wel echt aan mijn voeten. Oké, die wil ik hebben. Kom maar. Bam. En hoppakee, ik ga je voor je bakken schieten. Oh, ik ga gewoon op je bakken stampen. Dat kan ook met dit ding. Lekker. Oké, let's go. Dit is niet zo irritant geluidje, toch, jongens? Daar vallen we mee. let's go. Ja. Oh, shit. Oké. Ik zou ze allemaal in één keer kunnen slopen zo. Hoppa. Yes. Oké, dan moeten we uit. We moeten eruit. Let's go. Bowser Jr. You're next. Ik moet jou verslaan, hè? Maar ik kan niet op jouw hoofd springen, toch, Bowser Jr.? Ik kan gewoon wel op jouw hoofd springen. Ah, joh. Ik zat veel te moeilijk te denken, maar ik kan gewoon wel op je hoofd springen. Bam! Hoppakee. En dat is nummertje 3. Ik zat te twijfelen. Ik weet niet waarom. Ik dacht even dat we niet op zijn kop konden springen. Maar dat kan gewoon. We gaan hier naar boven. Zit hier een geheimpje of zo? Een geheimpje? Please. Een bloem waar ik niks aan heb. Oh, belazeren. Ik krijg geen power-ups voor jou. Potverdorie. Door de buis. En, oké. Oh, nee. Hoe gaan we dit doen? Ja, big jump. Ja, daar zat ik op te wachten. Op de grote jump van Bowser. En dan konden we er onderdoor. Ah, yes. Oh, en ik heb een wereldrecord. Yes. Volgende level is van MM Cookie Gamer. En kijk, die heeft gewoon een lab voor mij gemaakt. Rick zijn lab. Een lang level? Schijnt moeilijk te zijn. Ben benieuwd. Oké. Geen power-up in het begin. Hopelijk hier wel een power-up. Nee, ook niet. Hier moeten we even aanhangen. Ik zeker... Begint goed. Wat je dus moet doen is waarschijnlijk deze schakelaartje. En dan door. Anders gaat het fout. En als je misspringt gaat het ook fout, Rick. Oh. Oké, let's go. Kijk of het nu wel lukt. Gewoon recht eronder hangen, stil hangen. Dan gaat het beste volgens mij. En doorspringen. Mag ik een power-upje? Dankjewel. Oh, ik... Waarom ben ik soms zo... Oh... Waarom moet ik altijd alles voor mezelf verpesten? Dat bedoel ik dus. Het is niet mijn dag vandaag. Ik doe echt zoveel stomme dingen. Ja, dit lukt soort van... Oh, ik kan hier in. Oh, dit ging per ongeluk, maar ik kan hier in. 50 muntjes erbij. Oké, en dan kom ik hier uit. Oh, nice. Ja, dit was lekker. Oh, wacht even. Ik moet hier tempo maken. Tempo maken. Ja. Zo, hier een power-up uit. Nee. Kan ik anders deze even meenemen, gewoon voor de zekerheid? Nee, want ik heb hier deze haak nodig. En de volgende haak. Dan door naar de volgende haak. En dan naar de laatste haak. Of moet ik weer terug? Ja, ik moet weer terug naar een haakie. Oké, nu hier. Ja, lekker naar boven. Schieten. Ja, die bloem pakken. Lekker, bloem power-up. Nice. Oh, dag bloem power-up, want daar zitten blijkbaar stekels. Niet nice. Ja. Zover gaat het redelijk. Ik kan dit. Wachten? Ah, nee, ik weet niet. Hoe moest ik wachten? In ieder geval... Hop, je kan dit. En nog een keer omhoog. Ja, goed zo. Oké.
Oké. Ik moet nu hier naar boven. Oh my god, ik wil een checkpoint. Ik heb echt een checkpoint nodig, jongen. Ja, naar boven. Goed zo. Ik denk nu... Nee, toch die kant op. I need a checkpoint! Gelukkig. Ik dacht dat ik er geweest was. Maar ik leef nog. Hier naar boven. Oh. Dit gaat sowieso fout. Daarom wil ik dus een checkpoint. Omdat ik nu zoveel overnieuw moet doen. Ik moet nu vanaf het begin overnieuw. En dat was zo onverwacht. Want dit kost zoveel tijd. Zoveel tijd. Het is best wel een tof level, man. Ik vind het hartstikke leuk om te spelen, dit. Dit is ook echt niet zo heel moeilijk, zeg maar. Dit is allemaal best wel te doen. Met deze dingetjes zo. Een beetje door. En tip top. Ah, weer. Doe ik het weer. Ben ik wel weer mijn bloem kwijt. Daar baal ik wel van. Dit is gewoon stom. Ah, nu ben ik dood. Ja, ah, nu heb ik geen zin meer. Sorry, man. Nu heb ik geen zin meer. En we sluiten deze video af met een level van Joop van Hedel. Die heeft namelijk een freaking Giratina level gebouwd. En alleen dat plaatje daar ziet er al vet uit. Kijk dan. Dit lijkt wel, man. Super knap. En een huisje erbij. Kijk, dat lijkt op zo'n Pokémon huisje inderdaad, man. Nice. Oh, hier moeten we wel eventjes, denk ik, een beetje snel door. Oh nee, vallen die niet naar beneden, deze ijsbegels? Oh, top. Dan kan ik gewoon lekker chillen. Lekker chillen. Lekker chillend. Al vliegend. Hoppa. Lekker, man. Als je geen zwaartekracht hebt. Gaan we via jouw bakkes. Althans, dat wil ik proberen. Moet het nog wel even lukken. Hoppa. Ja, helaas niet naar de top van de vlaggenstok. Maar toch, weet je. Zitten in de vlaggenstok. We hebben Giratina verslagen. Maar wacht even. Ik wil natuurlijk wel het wereldrecord, hè. Geef mij het wereldrecord. Let's go. Jump. Naar beneden. Yes. Korte jump. En korte jump. En korte jump. En nog een korte jump. En door. En door. En laatste jump. Wereldrecord. Heb ik het wereldrecord? Ik heb sowieso het wereldrecord. Ik heb het Giratina wereldrecord. Ik heb Liggy Blam. Hoppa. Jongens, hopelijk vonden jullie deze levels van kijkers weer superleuk. Doe in dat geval zeker even een blauw duimpje omhoog. En wil je dat ik jouw level speel? Zet je reactie dan hieronder in de comments. En misschien ga ik jouw leveltje ook wel spelen. Druk ook even op de abonneerknop als je van Pokémon, Nintendo, Mario, Minecraft houdt. En volg me op twitch.tv als je me live wil zien gamen. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!